De viering van het 30-jarig bestaan van het Nijmeegs studentenkoor Carolus Magnus werd voorafgegaan door de intocht van keizer Carolus Magnus, oftewel Karel de Grote, die in 814 heenging, maar voor dit feest graag terugkwam. Op het keizer Karelplein ontmoette hij zijn veldheer Roland en burgemeester Hustings. Het was een ontroerend ogenblik toen de keizer voor het eerst sinds enige tijd weer voet zette op Nijmeegse grond. Men wist er nog precies hoe het destijds aan het hof van Karel toeging. Nadat met het hijsen van de Lustrumvlag het feest officieel geopend was, kwam er nog een Karel, een tegen-Karel, die zei dat hij de grote was, maar die kleiner bleek te zijn, want hij liet zich daar nog op zijn kop zitten. De Karolingische Veiligheidsdienst ontdekte trouwens nog meer Kareltjes. Naar oud-Frankisch gebruik liet het jubilerende koor aan het overdekte spit een omvangrijke os braden. De 500 pond vlees waren in de moderne gasoven gauw gaar, zodat de keizer niet lang op zijn half pondje behoefde te wachten. Karel de Grote, die in die ruim 1100 jaar nog niet geleerd heeft om met mes en vork te eten, liet duidelijk merken dat hij het vlees nog niet afgezworen had. Met 60 liter jus, stokbrood en veel gerstenat was deze maaltijd, waaraan een deel der burgerij deelnam, een smaakvol intermezzo van het feest der Nijmeegse studenten.